In een tijdperk waar we altijd online zijn, is er een nieuwe trend gaande bij Belgische werknemers. Vakantie vieren in alle rust. Dit is een bewuste keuze om de hectiek van het dagelijks leven te ontvluchten. Dit betekent dat je tijdens je vakantie volledig offline gaat. Geen sociale media, geen nieuws, alleen jij en je omgeving. Geen e-mails, geen telefoontjes, geen werkgerelateerde berichten. Het is een manier om echt los te komen van de dagelijkse sleur. Het gaat erom duidelijke grenzen te stellen en prioriteit te geven aan rust en ontspanning. Dit helpt om je geest en lichaam te resetten. Vakantie vieren in alle rust is een reactie op de toenemende eisen van de moderne werkplek. De constante druk kan overweldigend zijn. Doordat smartphones de grens tussen werk en privéleven vervagen, voelen veel werknemers de druk om altijd aan te staan. Dit maakt het moeilijk om echt te ontspannen. Dit kan leiden tot burn-out, stress en een afname van het algehele welzijn. De gevolgen zijn vaak ernstig en langdurig. Vakantievieren in alle rust biedt een broodnodige adempauze van de digitale stortvloed. Het is een kans om weer op te laden. Het gaat erom je persoonlijke tijd terug te winnen en het plezier van volledig aanwezig zijn in het moment herontdekken. Dit kan je helpen om je weer verbonden te voelen met jezelf en je omgeving. Maar deze trend is niet zonder risico's. Het kan moeilijk zijn om volledig los te komen van de digitale wereld. Vooral als je gewend bent om altijd bereikbaar te zijn. Voor veel Belgische werknemers gaat het bij vakantie vieren in alle rust om meer dan alleen het vermijden van werkmails. Het is een bewuste keuze om de hectiek van het dagelijkse leven achter zich te laten. Het gaat erom hun tijd en mentale ruimte terug te winnen en een gevoel van innerlijke rust te hervinden. Belgen werken hard en hechten waarde aan hun vrije tijd. Ze begrijpen dat een goede balans tussen werk en privé essentieel is voor hun welzijn. Ze zien vakantie als een tijd om te ontspannen, contact te maken met dierbaren en hobby's en interesses na te streven. Dit helpt hen om zich weer op te laden. Constante werkonderbrekingen kunnen aanvoelen als opdringerig en respectloos ten opzichte van deze waardevolle tijd. Het is belangrijk om deze momenten te beschermen. Vakantie vieren in alle rust stelt werknemers in staat om uitgerust en met hernieuwde energie terug te keren naar het werk. Dit is cruciaal voor hun algehele gezondheid. Dit kan op de lange termijn leiden tot verhoogde productiviteit, creativiteit en arbeidsvreugde. Een uitgeruste geest is een productieve geest. Door duidelijke grenzen te stellen, kunnen werknemers hun persoonlijke tijd beschermen en met een meer evenwichtig en betrokken gevoel terugkeren naar het werk. Dit zorgt voor een betere werk-privé-balans. Vanuit het perspectief van een werkgever kan vakantie vieren in alle rust contra-intuïtief lijken. Een verbonden personeelsbestand wordt immers vaak gezien als een productiever personeelsbestand. Werkgevers moeten echter rekening houden met de lange termijn effecten van constante connectiviteit op het welzijn van werknemers. Werknemers met een burn-out zijn minder betrokken, minder productief en zullen eerder geneigd zijn ontslag te nemen. Investeren in het welzijn van werknemers, inclusief het respecteren van hun behoefte om tijdens vakantie offline te gaan, kan leiden tot een gelukkiger, gezonder en productiever personeelsbestand. Door een cultuur van vertrouwen en respect te bevorderen, kunnen werkgevers een omgeving creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen, zowel op het werk als op vakantie. Hoewel de voordelen van rustig vakantie vieren duidelijk zijn, zijn er ook potentiële risico's, met name voor werknemers.
In sommige werkculturen kan het volledig offline gaan negatief worden opgevat. Werknemers kunnen zich zorgen maken dat ze als onbetrouwbaar of niet toegewijd aan hun werk worden gezien. Ook bestaat het risico dat men na terugkomst wordt geconfronteerd met een berg ongelezen e-mails en een achterstand in het werk, waardoor de overgang terug naar het werk stressvol en overweldigend wordt. Het is cruciaal voor werknemers om deze risico's af te wegen en rekening te houden met de bedrijfscultuur voordat ze volledig offline gaan. Deel 5. 1 balans. Vinden. Verantwoord offline. Gaan. De sleutel tot succesvol rustig vakantie vieren ligt in het vinden van een balans tussen offline gaan en verantwoordelijk blijven. Dit kan inhouden dat je duidelijke verwachtingen schept met collega's en klanten over je beschikbaarheid, taken delegeert en out-of-office berichten activeert die duidelijk aangeven wanneer je terugkeert en met wie contact kan worden opgenomen voor dringende zaken. Door deze stappen te nemen, kunnen werknemers verstoring tot een minimum beperken en toch genieten van de voordelen van een echte pauze. Verantwoord offline gaan gaat over proactief en communicatief zijn en zorgen voor een soepele overgang terug naar het werk na de vakantie. Deel 6. Advies voor werknemers. Rustig vakantie vieren. Voor werknemers die overwegen om rustig vakantie te vieren, is open communicatie essentieel. Bespreek je intenties met je manager en team en benadruk de voordelen van een echte pauze voor je welzijn en uiteindelijk je productiviteit. Voordat je vertrekt, rond je losse eindjes af, delegeer je taken en stel je een out-of-office bericht in waarin je beschikbaarheid duidelijk wordt aangegeven en alternatieve contactpersonen worden vermeld. Het belangrijkste is dat je jezelf toestaat om echt offline te gaan als je eenmaal op vakantie bent. Weersta de drang om werkmails of berichten te checken. Vergeet niet, een uitgeruste en opgeladen werknemer is een aanwinst voor elk bedrijf. Deel 7. Een oproep aan werkgevers. Een cultuur van vertrouwen en respect bevorderen. Werkgevers spelen een cruciale rol bij het creëren van een werkomgeving die rustig vakantievieren ondersteunt. Dit begint met het bevorderen van een cultuur van vertrouwen en respect, waarin werknemers zich op hun gemak voelen om grenzen te stellen en prioriteit te geven aan hun welzijn. Bedrijven kunnen beleid implementeren dat e-mails buiten werktijd ontmoedigt en werknemers aanmoedigt om tijdens vakanties offline te gaan. Door het welzijn van werknemers te waarderen, kunnen werkgevers een meer betrokken, productief en loyaal personeelsbestand creëren. Deel 8. De toekomst van werkflexibiliteit en welzijn omarmen. De trend van rustig vakantie vieren wijst op een grotere verschuiving in de manier waarop we werken. Naarmate technologie de grenzen tussen werk en privéleven verder doet vervagen, zoeken werknemers steeds meer naar flexibiliteit en autonomie. Bedrijven die deze verschuiving omarmen en prioriteit geven aan het welzijn van werknemers, zullen het beste gepositioneerd zijn om toptalent aan te trekken en te behouden. De toekomst van werk draait om het creëren van een omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd, ondersteund en empowered voelen om hun beste werk te leveren. Rustig vakantie vieren is slechts één stukje van deze puzzel. Deel 9. Conclusie. Rustig vakantie. Vieren. Een symptoom van een groter probleem? Rustig vakantie vieren is meer dan alleen een trend. Het weerspiegelt een diepere behoefte aan balans en rust in ons hectische leven. Het is een symptoom van een groter gesprek over de balans tussen werk en privéleven en hoe we deze balans kunnen verbeteren. De impact van technologie op ons leven is enorm,
en het is belangrijk om hier bewust mee om te gaan. Terwijl we navigeren door het steeds veranderende landschap van werk, moeten we ons aanpassen aan nieuwe realiteiten. Het is cruciaal om prioriteit te geven aan welzijn en mentale gezondheid, vooral in een digitale wereld. Gezonde grenzen stellen is essentieel om burn-out te voorkomen en een gezonde werkcultuur te bevorderen.